Yo, beste kijkers van Veel Vragen, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Laten we beginnen met het volgende. Om de 2 weken dan reset de supporter creator code en moet je hem opnieuw invullen. Dus make sure dat je onze code invult, zal heel erg gewaardeerd worden. En daarnaast kun je ook nog eens dingen winnen wanneer je iets aanschaft en een fotootje stuurt naar onze Instagram of Twitter. Een likeje op deze video zou ook heel erg nice zijn en abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Laten we deze video natuurlijk weer eventjes beginnen met de item shop. Dit is de item shop van 31 januari. En de item shop zit bomvol met de power cord. Eindelijk is die weer een keertje terug. Dat is ook echt heel erg nice om te zien. De Mayhem skin. Oh, de Mayhem skin. Die moet ik eigenlijk gaan halen. 1200 V-bucks is nog wel te doen. En daarnaast natuurlijk ook alle accessoires en de Roku's. En daarnaast in de daily die Intensity. Die is ook heel erg leuk. Die heb ik ook. En die gebruik ik ook heel erg vaak. Omdat het gewoon een heel erg leuk dansje is. Daarnaast de Zenny. Eigenlijk moet ik die... Er is zoveel om te... En de hot and cold. Oh mijn god. Een nieuwe wrap. Oké, die nieuwe wrap. Ja, die ga ik sowieso halen. Alle wraps haal ik gewoon. Omdat die niet heel erg vaak in de itemshop komen. Dus de hot and cold is sowieso van mij. Ga je die ook kopen? Stuur een foto naar onze Twitter of Instagram. En morgen geven we gewoon weer de freeze bundle weg. Dus iemand die die koopt, die krijgt de freeze bundle morgen. Ik heb natuurlijk gisteren beloofd dat we deze bundle gingen weggeven vandaag. En ik heb een winnaar. Ik heb een winnaar. De winnaar namelijk van deze bundel, de controle en natuurlijk de rare skin is geworden chocolade en pasta op Instagram. Ik heb met de supporter creator code te veel gevraagd Trueheart gekocht uit de item shop. Hopelijk doe ik nu mee met de giveaway. In ieder geval, chocolade en pasta, jij hebt gewonnen, gefeliciteerd. Ik neem contacten met je op en dan heb ik eventjes een paar gegevens nodig. En dan stuur ik dit pakketje naar jou op. Dan gaan we over naar het eerste topic. En voordat we overgaan naar de topics, wil ik even zeggen, vandaag leuke nieuwtjes. Dus stay tuned. Allereerst, we krijgen vandaag een soort van kleine client patch. En namelijk 31 januari zeggen ze om 1 uur in de middag krijgen we zo'n patch. En dit zal een paar kleine bugs oplossen. Dan weten jullie dat. Er is geen downtime, maar je moet wel updaten. Wil je de game nog kunnen spelen? Dus hou dat in de gaten. Om 1 uur in de middag is er dus een update. Dus waarschijnlijk als je uit school komt of zo, moet je eventjes een kleine update doen. Maar het zal niet al te groot zijn, denk ik. Gaan we door naar het volgende. En dit gaat over Pleasant Park en het Marshmallow Event. Zoals jullie weten, zaterdag om 8 uur 's avonds zijn wij live en is er een event. Dus dit gaat big worden. Tenminste, daar lijkt het wel op. Namelijk in Pleasant Park is alles veranderd. En vandaag ook weer zijn er nieuwe aanpassingen. Eerst stonden er gewoon trucks op het veld. Maar nu zijn er trucks bijgekomen en zijn ze nu echt zo'n stage aan het opbouwen. Dus dit gaat big worden. Wat ik nog eventjes wil zeggen dus, wees er zaterdag om 8 uur 's avonds. Sowieso erbij. Wij zijn daarvoor natuurlijk al live. Omdat ja, dan is het al een soort van gaande. Dan gebeuren er altijd wel leuke dingen. Dus be there. Maar goed, ze zijn dus bezig om elke dag nieuwe dingen toe te voegen aan Pleasant Park. En nu zien we dit. Dat is natuurlijk wel heel erg nice om te zien. Daarnaast, wel grappig, op de site van Marshmallow kun je tickets kopen voor zijn tour. Maar er staat ook 2 februari op zaterdag Pleasant Park. Dat is zeker weer te grappig dat hij dat heeft toegevoegd. Dus het is, het is al confirmed dat het 2 februari gebeurt, maar bij deze 100% zeker weten natuurlijk. Daarnaast heb ik ook een soort van negatief nieuwtje over dit event. We dachten namelijk dat er een soort van marshmallow skin aan ging komen, maar waarschijnlijk wordt dit niet een skin voor iedereen en enkel en alleen voor marshmallow zelf. Namelijk, dit wordt gewoon een NCP, dus die achter de stage staat daar. En wat hij gaat doen is dit dansje. En ik moet zeggen, dit ziet er zo nice uit. Het lijkt net echt alsof hij in de pak zit. En alsof we dat zien. Ik bedoel, alle kreukels en zo gaan mee. Dit is echt next level geanimeerd. Dat vind ik echt heel erg mooi. Dus dit dansje gaan we waarschijnlijk zien wanneer hij achter het mengpaneel staat, zeg maar. En ik kan niet wachten op dit event. Dit gaat erg big worden. Alleen de muziek ben ik wel een klein beetje bang voor. Want kunnen wij gecopyright-strikt worden wanneer we dit event aan jullie laten horen op de stream? Nou, Stormleaks heeft dat gevraagd aan Darlington. Hij zegt het volgende. Stormleaks zegt eerst, what if you upload Marshmallow
event as a content creator, could we get copyrighted? Waarop Darlington zegt, at the moment I don't want to confirm one way or another as I haven't been debriefed. I do know that you absolutely will not get striked. Oké, dus de kans op een copyright is aanwezig. Dus dat betekent dat we geen advertentieinkomsten hebben op die video. Maar we worden in ieder geval niet gestrikt. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus wij zijn er sowieso live bij. Ons maakt die inkomsten van die video niet uit. Zolang we maar niet gestrikt gingen worden. En bij deze, het is confirmed, dat gaat niet gebeuren. Dus wij zijn er live bij, 100%. Daarnaast is er een nieuw item gevonden in de files door Fortory. Het gaat over dit item, de Firework Mortar. En het is onduidelijk wat dit item precies gaat doen. Het is namelijk in de Battle Royale items gevonden, zeg maar, dit item. Deze file, moet ik zeggen. Maar gaat dit ook echt een item worden die we straks kunnen vinden en als nieuw item wordt toegevoegd? Ik weet het niet. Ik denk persoonlijk dat dit een item is die bij een event wordt gebruikt. Bijvoorbeeld het Firework event wat er binnenkort gaat aankomen als het goed is. Of heel misschien het Marshmallow event. Dat zou natuurlijk ook kunnen, 2 februari. Ik weet het niet. Maar in ieder geval een nieuw item. Ben benieuwd wat het binnenkort gaat zijn. We gaan het in ieder geval heel erg snel zien in de game. Dan ga ik over naar het volgende. En dit is door een kijker van ons gevonden. Namelijk een geheime chestlocatie bij de blok. Namelijk als je gaat naar het zuiden van de blok en naar dat bord gaat, dan bestaat de kans dat je 3 chesten vindt. Dat is insane. Dat is dus een hele goede lootplek om heen te gaan. En Theo, ik wil jou bedanken, want jij hebt dit gevonden. En holy damn, dit is echt een hele secret chestlocatie die eigenlijk niemand nog wist. Dan gaan we door naar het volgende en bijna alweer het laatste. Maar goed, dit is een slecht nieuwtje. Namelijk Fortnite heeft gisteren getweet, we've disabled the ability to view replays while we investigate an issue. All replays will still be saved during this time and watchable once this feature has been re-enabled. Je kon gisteren geen replays meer bekijken. En heel misschien wanneer je nu de video kijkt, omdat de video natuurlijk iets later online komt, is het misschien weer enabled. Maar op dit moment dat ik de video schiet, is het disabled. Je kunt geen replays kijken. Dus dat is een klein beetje jammer. Maar ja, ze gaan het fixen. En wanneer het gefixt is, zijn alle replays gewoon nog gesaved. Gaan we door naar het allerlaatste. En dit gaat over de map. Namelijk, moet je eens kijken, joh. Het sneeuw gaat zo ontzettend snel weg, hè. Ik denk dat over enkele dagen alles alweer weg is. En dat is natuurlijk super nice om te zien. Ik ben wel een beetje klaar met de sneeuw, als je het mij vraagt. Van mij mag het weer normaal lekker groen worden. Ik vind dat die groene kleuren vind ik gewoon veel, ik weet niet, veel leuker om in te spelen. Dus ik vind het heel erg goed dat het nu al weg aan het smelten is. En natuurlijk ook nice om te zien dat ze het op deze manier doen in plaats van in een flits. Jongens, dit was alweer het einde van de video. Wat ik toen straks ook al zei, gebruik onze supporter creator code. Te veel gevraagd zal heel erg gewaardeerd worden. Stuur een fotootje naar onze Twitter of Instagram. En wie de wrap koopt, dus minimaal de wrap, die maakt morgen kans op de freeze bundle. Dus ga sowieso de wrap halen. 304 bucks is niet al te veel. En hey, die wrap, dat is gewoon super nice om te hebben. Ik ga hem ook halen. Dus check dat sowieso eventjes uit in de item shop. Mensen, iedereen bedankt voor het kijken. Druk nog eventjes op het duimpje omhoog, zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zou zeggen, geniet nog eventjes van de gameplay hier in beeld. Mensen, peace out.